Goedenavond, mijn naam is Ger van den Berg en ik ben ondernemer. Als ondernemer moet je flexibel zijn en daarom werk ik het liefst vanuit mobiele werkplekken. Met een aantal bv's zoals Van der Mountain Adventures, Van den Berg Movieworks en Cuisine de la Montagne probeer ik jongeren te interesseren voor de natuur en buitensport. Om dichter bij de belevingswereld van mijn doelgroep te komen, ben ik in mijn vrije tijd gaan pionieren in het onderwijs. En daaruit is de samenwerking met locatie Thomas van het Arendheem College ontstaan. Samen met de school heeft Von der Mountain Adventures een wandeltocht op poten gezet door onontgonnen gebied. De onbekendheid mag blijken uit de plaatsnamen Auquet, Bèche, Arimont en Frépont. Niet echt wereldsteden, maar wel pareltjes in de Belgische Ardennen. Uw kind gaat met zijn klas en met de mentor en een collega van mij, als ik dat zo mag noemen, een hike lopen. Een moeilijk woord voor een cross door beken, door bossen en door hoge venen, maar niet over asfalt. Het belangrijkste richtingsroer is het kompas. De stafkaart en de kennis daarvan bepalen in hoge mate de duur van de dagmarsen. Ik zal u het gebied even laten zien. Het kloppend hart van de reis is Camping Polleur, waar ik mijn hoofdkwartier heb. Het ligt niet in het middelpunt. Dat kan ook niet, want de klassen lopen in een grote cirkel. Wel is het hoofdkwartier een van de overnachtingsplekken. We beginnen in Polleur. Langs de mooiste beek die ik ken gaan we naar Auquet. Van Auquet naar Au Vivant, in de mistige hoge venen waar wel een mooi suspensverhaal over te vertellen is. Naar Arimont, dan naar Jajac. Beroemd bij mijn collega's vanwege de outillage, comfort, de lounge en niet te vergeten het verwarmde zwembad. Bèche voor de natuurvrienden. En dan naar Caux, daar hebt u al wat aan gezien. De mooie gazonnen aan de Amblève. Naar Werbomont. En van daaruit is het wel 300 meter klimmen omhoog naar La Rijt. Langs de zusters van Manneux naar Frépont. En dan is het nog een paar stappen naar Polleur. En hier zijn we in Auquet. Hier zijn we in de meest gewilde giet, Caux, met het prachtige uitzicht over de Amblève. Ik ben in de kelder van huize Urlevant met zijn prachtige bieren. En van hieruit, het dorpje Frépont, is het slechts 3 stappen naar Camping Polleur. Maar ja, dat is in de film. U ziet het is een mooie tocht. De overnachtingen zijn in prachtige Ardense landhuizen. Voorzien van alle kookapparatuur die u zichzelf maar wenst. Ik weet natuurlijk niet hoe u thuis zelf woont, maar echt, het is superspul. De gids zijn prachtig, maar er zijn alleen geen mensen die erin werken. En daarom heb ik van u dit filmpje gemaakt. Wij zoeken namelijk koks. Niet van die tv-figuranten, maar voor het echte werk. Wat we zoeken zijn mensen die van een uitdaging houden en die wel een kijkje willen nemen in de keuken van de school van hun kind door 3 dagen huishouding te voeren in de Ardennen. Met wie gaat u daar aan het werk? Kijk eens naar links of naar rechts en daar ziet u vast wel iemand met wie u een nieuwe relatie aan wilt gaan. Maar het is natuurlijk ook helemaal goed als u met uw eigen partner gaat. Uw kwaliteiten als kok is nog wel even een dingetje. Want ik ga er wel vanuit dat er mooie maaltijden geserveerd worden. De wandelaars komen moe en voldaan terug, maar willen dan wel iets lekkers. Mocht u de uitdaging aan willen gaan, maar twijfelt u aan uw kookkunsten, dan is daar wel een oplossing voor. In samenwerking met mijn cateringbedrijf Cuisine de la Montagne organiseer ik eind februari een kookcursus. Wat daar gemaakt is, gaan we samen opeten met allen die zich op hebben gegeven voor deze uitdaging. Tijdens deze maaltijd vertel ik u alle ins en outs over de Ardennen, over de boterhamzakjes, de rust en de hectische piekjes en ook de hoeveelheden. Want bent u thuis met 4, alles keer 7 en u bent al een aardig eind op weg. Nu zou u de indruk kunnen krijgen dat het hard werken wordt, maar dat zal reuze meevallen. De sheets waarin u werkt zijn prachtig, dat heeft u zelf gezien. En als de kinderen vertrokken zijn om 1 uur of 10, kunt u genieten van de natuur of op een terrasje een kopje koffie pakken
in een van de pareltjes die ik u noemde. En dat kijkje in de schoolkeuken, dat doet u als de kinderen er zijn en als ze in bed liggen. Want dan kunt u nog even doorzakken met mijn collega's voor de laatste roorhoef vanuit het middenste van de school. Goedenavond. Natuurlijk gaat u mee. U kunt zich alleen opgeven via onderstaand adres. Tot in de Ardennen.